Goedenavond, nieuws met Truidemarie. In Antwerpen hebben 150 mensen hulde gebracht aan architect Henri van de Velde. Die is vandaag 150 jaar geleden geboren. Van de Velde is een van de invloedrijkste architecten uit de Belgische kunstgeschiedenis. Lucas van Klooster. Zijn geboortestad Antwerpen was te klein voor de bevlogen en avontuurlijke Henri van de Velde. In Ukkel bouwde hij voor zijn gezin de ideale woning, het totaalontwerp Villa Bloemenwerf. Weinig later verhuisde hij naar Duitsland, waar hij bij Bauhaus een voortrekkersrol speelde in het modernistische design. Ellen van Impe van het Vlaams Architectuurinstituut. Hij heeft eigenlijk verschillende carrières na elkaar gehad, heeft zichzelf eruit gevonden, is verschillende keer pionier geworden van een nieuwe beweging. Hij tekende het Kröller-Müller Museum in Otterlo, Nederland, de Boekentoren in Gent, verschillende functionalistische woningen in Tervuren en de voor een groot deel uit glas bestaande technische school, nu bibliotheek in Leuven.